ben je hier aan het doen? Ik ben een nachtwacht aan het schilderen. Maar de nachtwacht, had die niet wat minder robots? Nee, wij maken een hele futuristische nachtwacht. En dat is helemaal over de top gegaan eigenlijk. Het is een beetje een eigen leven gaan leiden. Het is totale visual violence. Nou, dit hele project is het Nachtwacht Research Project. En, wij vervaardigen hier in de loods een stuk of 8 nieuwe versies van de nachtwacht. Het zijn allemaal kunstenaars die hun eigen nachtwacht vervaardigen. Het idee is een beetje dat het ja, de scène van de nachtwacht is, maar dan gewoon ja, zeg maar 5 seconden later of zo. We zeggen wel de hele tijd 2 minuten later, maar dat is natuurlijk veel te lang. Maar in feite is het zoiets als 5 seconden later, wat voor bewegingen ze anders zouden hebben kunnen maken als ze gewoon hadden kunnen bewegen. Dit meisje bijvoorbeeld in het origineel kijkt richting de toeschouwer. En wij hebben haar dus gewoon omgedraaid, waarbij ze dan een glas heft richting de vaandel dragen. Dus, ik ben gevraagd om een abstracte versie te maken van de nachtwacht. En dit is eigenlijk de nachtwacht als bakstenen muur. Dus ja, abstracte nachtwacht, vierkantjes, oh, heb ik al gedaan. Ik zat een beetje zo over te praten met een vriend van me. Baksteentjes, 17e eeuwse baksteentjes. Dat is, bakstenen als het ware de tijdgenoot van Rembrandt. En nou, dit is dan het formaat baksteentjes wat in die jaren gebruikt werd. Ik vond het wel een briljant idee eigenlijk. Dat is de nachtwacht opgebouwd uit graffiti tags. Ik ben zelf een jaar of 10, 11 graffiti schrijver geweest. En ja, ik vind tags zijn eigenlijk een best interessant en raar fenomeen. Een soort error in de maatschappij. Veel jonge mensen die dat overal, vooral de steden aanbrengen. Er zit een bepaalde kracht in de tags, in de graffiti. En ik denk, ja... Wie weet had, als Rembrandt een jaar of 16, 17, dan zou hij dat misschien ook wel 's nachts de straat, als de nachtwacht de straat op kunnen gaan. Rembrandt zelf als nachtwacht, ja. Als nacht, hè, dus 's nachts op pad met de spuitbus in de hand. Ik denk dat het, waarom ik die vrouwennachtwacht maak, is omdat ik eigenlijk, waar het eigenlijk om draait, is hoe die vrouwen de wereld in kijken. Dus moeders. Ja, we dragen een kind 9 maanden. Die gaan we echt niet het leger in stoppen met een geweer. Wel soms. Ik denk dat vrouwen überhaupt hele sterke wezens zijn. En ook tegelijk heel vrouwelijk. Want het heeft absoluut niets te maken met de emancipatie van de vrouw. Ik vind nonsens. Wees gewoon een vrouw, dan ben je geëmancipeerd genoeg. Ik wil absoluut geen man zijn en ik wil ook absoluut geen vrachtwagenchauffeur zijn. Nee, absoluut niet. Laat mij nou maar lekker vrouw zijn. Maar dat heeft er niets mee te maken. Zo'n vrouwennachtwacht... Het is me gevraagd of ik die wou maken. En toen heb ik er heel goed over nagedacht. En toen dacht ik, ja, maar dan wil ik er ook vrouwen op hebben. Waarin ik denk van, hé, die hebben de wezen de vrouw op de kaart gebracht. Maar het kan ook net zo goed je oma zijn. Die voor een heel dorp heeft gezorgd en die niet bekend is. Die mag voor mij ook echt wel op. Kom maar met die naam. Dit gaat eigenlijk over de geschiedenis die wij helemaal niet kennen, maar ook in Amerika niet. Dus het zijn allemaal mensen uit Black Panther bewegingen, protestbewegingen. En Anton de Kom heb ik er ook in geschilderd, als vrijheidsstrijder. Eigenlijk om gewoon om hem op de juiste plek te krijgen. Want als hij Amerikaan was geweest, dan had er waarschijnlijk nu een vliegveldnaam vernoemd geweest. En wij zijn hem echt vergeten. Want wat willen jullie er uiteindelijk mee gaan doen? De wereld rond. We gaan eerst naar België, naar een musea. Daar komen er 8 te hangen. En dan willen we naar Kaapstad. Ook omdat ja, de VOC hebben daar hele fijne dingen gedaan met de 9e bevolking. Ja, en dan komt deze weer tevoren. Dus we zoeken ook wel naar duidelijke politieke statements op een plek waar je dat aan doet. Wat zou Rembrandt hiervan vinden, denk ik? Ik denk dat die helemaal uit zijn plan gaat. I feed you fruit that don't exist. I leave graffiti where you've never